Onderwijs is een mensenrecht dat niet meer weg te denken is. Het is een middel om andere mensenrechten te realiseren. Wereldwijd herdenkt men op 5 oktober Wereldlerarendag. Deze dag is in het jaar 1966 in het leven geroepen door de ILO en UNESCO om waardering te tonen voor leerkrachten internationaal. In deze speciale aflevering praten wij met deskundigen die nauw betrokken zijn bij het onderwijsproces. Wat mij geïnspireerd heeft om te kiezen voor dit beroep, hoe zal ik het zeggen? Vanaf kleins af hield ik echt ervan. Ik keek altijd op naar de juffrouw van me toen ik op de lagere school zat. Dus ik dacht echt van, juffrouw echt een voorbeeldfiguur. Dus dat wilde ik ook. Laat me zeggen, dit beroep was mijn tweede keuze. Mijn eerste keuze was om HTS'er te worden, werktuigbouwkundige. Ik studeerde in Holland, maar dat werd geen succes. Dus ik kwam terug naar Suriname en toen dacht ik, weet je wat, word dan leraar. Vroeger werkte ik met kleintjes. En ik hou van om met kleintjes te werken en ik wil voor deze uitdaging ben ik gegaan om dan met kleintjes te werken en daarom ben ik op de opleiding gegaan om dan met kinderen te werken. Laat me gelijk aangeven dat dit eigenlijk geen beroep is. Mijn beroep is, ik was dus leerkracht, nu heb ik mezelf opgewerkt tot het niveau van waarvan je kan zeggen docent. En in feite ben ik erin gerold. Want voor je beroep word je betaald, maar voor dit werk dat je doet naast jouw beroep, word je niet betaald. Maar ik ben erin gerold in 1994. Ik was leerkracht op het VUJ, dacht ik, de Christus Koningsschool. En je had een paar ontwikkelingen binnen de Katholieke Onderwijsbond. Laat me aangeven hoor, dat ik, ik was toen nog niet actief in die organisatie. Ik was wel lid, maar wat ik ook moet meenemen. Ik was ook al, ik had mijn studie afgerond aan het IOL, LO Geschiedenis. En bij het vak geschiedenis dan kom je dus in, goed je bezig met de politieke geschiedenis, nationaal, internationaal, en ook met de vakbeweging. Dus je had een bepaalde basis en dat neem je toch met je mee. En dan kom je dan in de KOB en je had een paar ontwikkelingen met het, een paar een leden hadden problemen met het bestuur Antonius. Uiteindelijk moesten ze hem afzetten. En is me gevraagd van luister, wil je bijdragen niet komen leven in het bestuur? Oké, ik zag het als een. Toen speelde het woord uitdaging nog niet, maar ik zag het als een mooie gelegenheid om te kijken van hoe kan ik een bijdrage leveren binnen het vakbondsgebeuren. En zo ben ik erin terechtgekomen. En uiteindelijk, terwijl je bezig bent, ook met anderen die veel meer ervaring dan je hadden, ga je natuurlijk scholen, verder scholen. Ik ben naar het CIFES gegaan. Ik heb mijn basisopleiding gedaan. Basis, middenkader, hoge kader. Via de vakbeweging heb ik de gelegenheid gehad om over de grenzen te gaan, ja. Gekeken, dus ik heb congressen kunnen bijwonen in het kader van de vakbeweging. Congressen in Nederland, in Duitsland, Guyana, Trinidad, Virgin Island, Jamaica. Dus dat heeft, je hebt een aantal skills opgedaan en die ervaringen en alles en gesprekken met collega's, je netwerk heb je dus dan opgezet. En alles heb je dan meegenomen om dus dan mee te nemen in je vakbondsactiviteit hier in Suriname. Dit jaar ben ik al 24 jaar, doe ik dat vakbondswerk. En ik heb het uit een, hoe noem je dat, ik heb het heel graag gedaan. Ja, dat doe ik ook tot nu toe. Op een bepaald moment zei het misschien moet ik het afbouwen, maar zo ben ik daarin terechtgekomen. Is er een verschil tussen de leerkracht van vroeger en de leerkracht van nu? Nee, men focust vaak alleen op het negatief en dan denkt men van ja, die leraar van nu is minder gemotiveerd, maar de tijdgeest is anders. Dus als je mensen wil vergelijken van toen en nu, dan moet je ook de tijdgeest meenemen. Maar mijn algemene denken hierover, nee, ze zijn even gemotiveerd. Los van die enkele die je altijd hebt gehad, die minder gemotiveerd zijn, maar die zullen een reden hebben. Tussen de leerkracht van toen en nu, ik zal niet zeggen nee, ook geen ja. Waarom?
Ik denk dat elke leerkracht met een bagage is gekomen. Natuurlijk, we zijn mens. Je hebt je dagelijks leven, je hebt je problemen waarmee je komt. Dus iedereen doet het met liefde op zijn manier, neem ik aan. Wat was de positie van de leerkracht, zeg maar, in de jaren 70, de jaren 80? En wat is de positie geworden na 2000? In de jaren 70, de jaren 60, 80, dan was de leerkracht de persoon, ja, eigenlijk die waarvan men dacht, ja, men gaat ervan uit dat je dan alles wist. Hè. Je werd gevraagd om voorganger te zijn in de kerk, noem maar op, ben ik anders aan tegen die leerkracht, hè. Ook op de scholen. Maar bij de komst, en je had toen niet zoveel van die vrije beroepen in de 60 of 70 jaren. Je had niet veel doctorandussen, je had niet veel economen, je had niet veel juristen. Maar bij de komst van de nieuwe beroepen, dan zie je dus dat in feite dat die beroepen, degene die zo'n beroep uitoefent, iets meer kennis en ook iets meer ervaring met zich meedraagt. En dan krijg je dan die nieuwe ontwikkelingen op technologisch gebied. En waarbij je dus dan als leerkracht dan niet meer de belangrijkste persoon bent dan in die samenleving. Ja? Zeker nu. Je moet proberen om als leerkracht jezelf staande te houden door te lezen en door te studeren. En daarnaast zie je ook dus dat je een situatie hebt vanwege die ICT-mogelijkheden. Dat je soms kinderen meer dan jou weten. Ja, dus je moet je steeds blijven scholen. Van toen, toen ik op school zat, had je echt dat je strenge leerkrachten had. Zelfs voor je had iets gedaan, dan kreeg je dan straf. Maar tegenwoordig mag je het kind dan niet straffen. Je moet dan andere strafmaatregelen treffen voor dat kind. Zijn leerkrachten volgens u de belangrijkste schakel binnen een gemeenschap? De belangrijkste niet, maar één van de belangrijkste schakel. Want leerkrachten alleen, nee. Je hebt een school nodig. Je kan zeggen, ja, maar daar zit die leerkracht. Maar je hebt het gebouw nodig. Maar je hebt ook de ouders nodig. En de mensen om wie het gaat, de leerlingen, de kinderen, die heb je zeker ook nodig. Maar los daarvan, als je kijkt, er zijn andere dingen die ook belangrijk zijn in de gemeenschap. De medische zorg, te noemen. Even ook daarbij te laten. Er zijn natuurlijk meer. De leerkrachten zijn ook een van de belangrijkste schakels. Alle schakels, maakt niet uit, elk beroep is een belangrijke schakel. Maar de leerkracht natuurlijk, die maakt dat die ambtenaar daar zit, dat die politieagent daar zit. Elk beroep dat je wil uitoefenen in de maatschappij. Een interview wordt nu van me afgenomen. Er staat de cameraman erbij. De politie zorgt voor de algemene veiligheid, de brandweer, noem maar op, de verpleegkundige. Iedereen moet door het onderwijs. Iedereen moet door het onderwijs. En als er geen onderwijsgevenden zijn, dan gaat een samenleving opgouwen. Je hebt geen andere beroepen, want vanuit daar wordt de basis gelegd. En vanuit het feit dus dat je bent opgeleid door die leerkracht, die basis is gelegd op de basisschool, op het VUJ, op de middelbare school, Dan gaat dus dan de student een keuze maken. Ik heb genoeg bagage. En dan ga ik dan een beroep uitkiezen. Maar als je de bagage niet hebt, kan je geen enkel beroep gaan uitoefenen. Dus ik vind dat het toch wel de belangrijkste schakel is. Vandaag is World Teacher Day. Wat is het belang van deze dag? Ik denk om... het is internationaal, hè. Ik denk dat men even bij stilstaat. Dat leerkrachten een belangrijke factor zijn in het gebeuren. Want zonder educatie denk ik niet dat de mensheid zo ver zou zijn gekomen. Als je teruggaat, ja, vroeger had je geen internet en al dat soort moderne dingen. Maar als ik alleen kijk naar mijn vakgebied, bleek dat tegelijkertijd in het verleden op verschillende plaatsen in de wereld min of meer dezelfde dingen ontwikkeld werden binnen die wiskunde. En dat, ga maar na, er was geen internet. Als je van plaats A naar B moest, was het varen en hoe lang duurde dat niet. En nu met het gemak, dan merk je van, dingen gaan sneller. Dus laat men beseffen dat leraren altijd al bezig zijn geweest. En dat is overdracht van kennis.
maar ook vormen van de leerlingen en dat de gemeenschap, de wereld ook even daarbij stilstaat. Ja, de leerkrachten, ze moeten een dag hebben, ze moeten erkend worden, ze moeten in de bloemetjes gelegd worden door iedereen daar buiten, omdat wij eigenlijk de leerkrachten echt een toffe job hebben, een zware taak, zeg maar. Die dag is heel erg belangrijk en dan wil ik u brengen dus naar, er is een UNESCO-ILO aanbeveling van 1966. En die aanbeveling houdt in die aanbeveling wordt de status van de leerkracht daarin geregeld en de positie van de leerkracht. En op 5 oktober van dat jaar, eigenlijk vond de ondertekening plaats. Dus al die landen die lid zijn van de UNESCO, behoren dan erachter te staan en ook achter die aanbevelingen. Ook Suriname is lid van de UNESCO. En in 1799 zijn die aanbevelingen uitgebreid, dus naar het onderwijs, het personeel op de universiteiten. Dus met andere woorden, dus door die aanbevelingen en het feit dus dat staten dat ook hebben goedgekeurd, dat ze daarachter staan, dan erkennen die regeringen het belang voor de samenleving van hoog gekwalificeerd personeel. Ja? Mensen die in feite de komende generatie moeten voorbereiden om dus uiteindelijk over een paar jaar over te nemen. Het belang van deze dag is dat wij goed en positief beoordeeld kunnen worden als leerkracht. Want je hoort heel veel dingen over leerkrachten en zo, maar dit is een speciale dag voor ons. Zo, een boodschap voor alle leerkrachten op deze mooie dag. Ja, dames, heren, ga er met volle 100% voor en blijf het werk met liefde doen voor de kinderen, want voor die zijn we er. De boodschap die ik heb is, al is het zo dat je misschien vanwege omstandigheden niet verder kan studeren. Je bent leerkracht op de basisschool, op het VUJ, het VUS. Je kan vanwege omstandigheden, je wil wel, maar je kan niet, de financiën, noem maar op. Probeer toch aan jezelf te scholen. Het is een soort lifelong learning. Op het ogenblik hebben die leerkrachten nu heel veel mogelijkheden die ik niet had toen ik opkomend was. Je hebt je mobiel, sommigen zijn in staat het internet thuis te betalen om na te houden. Gebruik dat om jezelf te scholen. Er zijn genoeg sites waar je naartoe kan gaan. Gebruik dat dus om je eigenlijk te proberen jezelf verder te scholen. En ook dus dat je wanneer je voor de klas staat, dat je toch wel aan pintere leerlingen die soms meer dan de leerkracht weten, dat je ze toch wel tegengas kan geven. Op het moment dat kinderen doorhebben dat je een aantal dingen niet weet en zij weten het wel, dan komt het een beetje vervelend over. Dus maak gebruik van die ICT-mogelijkheden die je hebt. Ja? Ja, je kan misschien geen training betalen, maar doe dat, probeer jezelf te vormen. Een soort zelfstudie. Ja? En dan kan je dan proberen. Dan, waardoor je markt, je eigen marktwaarde kan verhogen. Dat we het werk met liefde doen. Op de eerste plaats laten we het werk dat we doen met alle liefde blijven doen. En liefde is een belangrijk woord, want we moeten de leerlingen, de studenten met alle liefde behandelen. Natuurlijk zullen er leerlingen tussen zijn die je zo af en toe moet corrigeren. Maar met liefde bereik je heel veel. Laten we veel aandacht geven aan de leerlingen. Niet alleen focussen op de financiële waardering, dat is heel belangrijk. Maar dat alleen moet ons niet drijven tot het bijvoorbeeld staken, geen les geven. Nogmaals, ik ben niet tegen staking. Persoonlijk heb ik nooit gestaakt, maar soms is een staking nodig om de aandacht te trekken. Maar over het algemeen, laten we met alle liefde ons werk blijven doen.